Janari van der Heijden, ik zie louter teleurgestelde gezichten. Merk je dat ook in de kleedkamer? Ondanks die later gelijkmaker toch teleurgesteld? Ja, zeker. Je verliest hier 2 punten, dus iedereen is erg teleurgesteld. Wat gaat er mis waardoor Sparta tot de laatste minuut eigenlijk hier kon hopen op een zegen met die 1-2 voorsprong? Ik denk dat we onszelf vergeten te belonen door een goal te maken. Dan gaat het makkelijker het voetbal. Ik denk dat we niet goed spelen, soms slordig, maar we creëren toch genoeg kansen. Sparta is niet echt gevaarlijk geweest, tot en met dat ze eigenlijk scoren vanuit het niets. Dat maakt het ons natuurlijk moeilijk, omdat je dan weer achter de feiten aanloopt, kom je goed op 1-1. En dan uit een corner voor ons scoren zij de 1-2. Dat is vaker gebeurd ook in de voorbereiding. Dan moeten we snel weer uithalen. Aanstaande donderdag natuurlijk een belangrijke wedstrijd, dus we moeten snel stap daarin maken. Hoe pijnlijk is het? Want ook vorig jaar hadden jullie zo'n valse start tegen promovendus De Graafschap. Ook nu weer niet beginnen met een zegen. Hoe pijnlijk komt dat toch aan? Ja, het is zuur. We willen laten zien dat we klaar voor zijn en dat we een goede ploeg hebben. Ik denk dat we in ieder geval genoeg kansen hebben gecreëerd. We moeten onszelf eerder gaan belonen. Ook het publiek zat er vol achter, dus die wil je dan ook iets geven. Ik denk dat de sfeer heel positief was in het stadion. Dan is het gewoon heel erg teleurstellend dat je hier niet wint. Ja, want vooraf is er ook gediscussieerd. Mocht Feyenoord nou eens tegen die kleintjes, met alle respect voor Sparta, wat constanter, dan kan het wel eens een mooi jaar worden. Maar het begint dan gelijk al met zo'n Zeepert. Moeten jullie toch de koppen bij elkaar steken om ervoor te zorgen dat jullie lekker en fris toch die competitie gaan beginnen? Koppen bij elkaar steken weet ik niet. We moeten hier gewoon snel van leren. Je moet ook wedstrijden snel doodmaken door de kansen die je krijgt wel te scoren. Zorg dat je 0 tegen krijgt. We hebben niet veel kansen weggegeven, maar toch 2 goals tegen. Dat is erg zuur. Je was basisspeler vandaag. En dat kwam mede misschien wel doordat Van Beek geblesseerd was. Maar wat verwacht je verder van dit jaar? Want vorige week lazen we nog quotes van je dat je eventueel weg zou willen. Dat geldt nog steeds. Als ik bij Feyenoord ben, dan geef ik altijd 100%. Daar wil ik het bij laten. Maar heb je niet het idee dat het zomaar zou kunnen dat je misschien wel vaker gaat spelen? We zien nu ook dat Bottergien geblesseerd gaat raken. We hebben ook in het kampioensjaar gezien dat je op een gegeven moment dit elftal kwam en er eigenlijk nooit meer uitging. Ja, maar ik heb aangegeven in dat interview al dat daar ligt het niet aan of ik wel of niet bij Feyenoord wil blijven. Ik heb altijd hartstikke goed naar mijn zin gehad. Supermooie club, fijne stad. Wat ik al eerder heb gezegd. Als er geen vertrouwen uitspreekt vanuit bovenaf, dan is het voor mij persoonlijk ook natuurlijk tijd om verder te kijken. En ik denk dat iedereen dat begrijpt. Maar welk vertrouwen wil jij voelen dan? Want op dit moment speel je dus op het moment, misschien weliswaar door een blessure, maar je speelt nu wel? Nee, maar dat is geen keuze van bovenaf.